Goedemorgen. U kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Hier en daar wat bewolking, met name in het westen van het land. En uit de bewolking, die ook op de Noordzee ligt en over gaat trekken... kan hier en daar een enkel buitje vallen, met name in het noordwesten van het land. Vanochtend ook wat zonneschijn, meest in het oosten en zuiden. En een temperatuur van een graad of 4 die vanmiddag langzaam oploopt naar een graad of 7. Bewolking wordt geleidelijk aan dikker. En tegen de avond dient zich van het westen uit regen aan. Langs de kust dan een harde wind, windkracht 7, misschien al stormachtig 8. En die 8 hebben we zeker in de avond met in het noordwestelijk kustgebied... Mogelijk zelfs een windkracht 9. Ook zware windstoten 100 km per uur in het noordwestelijk kustgebied en 80 in de rest van de kustgebieden en in Limburg. Morgen minder wind met een temperatuur van 7 tot 9 graden. Bewolking overheerst, hier en daar een beetje zon en soms een enkele bui. Meeste neerslag valt in het oosten en zuiden. Vrijdag is het dan echt wat rustiger. Overdag een groot deel van de dag zelfs droog. Misschien een enkel buitje in het noorden en later in de middag in het zuiden weer wat regen. 9 graden wordt het zaterdag zelfs meer dan 10 graden. Veel wind en ook bui. En ook zonder valt er nog wat neerslag. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl